Hoi! Vandaag weer een DIY tutorial voor jullie. Deze keer van oorbellen. Ik moet ze nog maken, maar in ieder geval... Dus ik kan ze nog niet laten zien. Maar in ieder geval gaan er belletjes aan hangen. Want ja, ik vind belletjes en rinkelende oorbellen altijd leuk. Ik ben stiekem een 5-jarige. Ik ben echt zo'n type die dan de hele tijd met haar hoofd zit te schudden dat ze maar rinkelen. En wat ijskristallen, want ja, ik wil een beetje winterthema doen. Een beetje winter, kerst, gewoon ja, feestelijke oorbellen. Dus ja, laten we beginnen. Om te beginnen heb je een dun zilver of gouden kettingje nodig. Ijskristallen vind ik zelf mooier in zilver, dus ik ben voor zilver gegaan. Verder natuurlijk ijskristal, bedeltjes, gewoon kleintjes die, ja weet je, niet te groot of te zwaar. Vind ik zelf persoonlijk onprettig in oorbellen namelijk. En natuurlijk twee oorbelhangertjes en twee belletjes. Ik ben uiteindelijk voor een zilveren en een gouden belletje gegaan. Eén per oorbel natuurlijk. En bij elkaar 8 van deze kleine ringetjes. En 2 tangetjes. Een rond bektangetje en een plat bektangetje. Ik weet niet of het officiële namen zijn, maar je ziet hoe ze eruit zien. Wat ik als eerste ga doen is... ik heb eerst alle materialen trouwens verdeeld tussen de twee oorbellen. Behalve het touwtje, kettingtje, want dat moet je natuurlijk in stukken knippen. Daarvoor gebruik ik het knipgedeelte van het plat bektangetje. Kan even moeite kosten. Ik dacht dat knipje zo even door. Maar het was echt even wringen en eraan trekken. En knoink, toen ging die eindelijk. Dus ja, wees al voorbereid. In ieder geval ben ik gegaan voor 3 touwtjes per oorbel, ja. 2 lange, 2 gemiddelde en 2 hele kort. En ja, wat ik als eerste doe is natuurlijk de touwtjes. Vond ik het makkelijkst aan de oorbel hangen. Je kan anders trouwens ook eerst... de dingen aan de touwtjes hangen, maar ik had zoiets als ze dan al aan één stuk hangen, vond ik ze zelf makkelijker vast te houden. Het is maar net wat je prettig vindt, dus ik heb ze eerst een oorbel gehangen. Vond ik zelf het makkelijkste te doen met het ronde bektangetje, omdat ik dan gewoon heel precies kon kijken waar precies het ringetje zit. Dus ik heb ze er alle 3 aangehangen. En vervolgens met het plat bektangetje de oorbel weer dichtgeduwd. Grotendeels buiten beeld, maar je snapt het punt. Hij is weer dicht. En dan heb je alvast het begin met de 3 touwtjes eraan. Vervolgens door naar de ringetjes. Die buig ik ook altijd open met het rond bektangetje. Ik moet echt eens opzoeken hoe die dingen officieel heten. Misschien heet het officieel of zo. In ieder geval, die haak ik dus aan het uiteinde van ieder touwtje. Dat heb ik gewoon per touwtje gedaan trouwens, want je houdt ze natuurlijk open tot het... ijskristalletje er ook op zit en dan weer gewoon het ringetje dichtvouwen. En dan heb je dus een bedeltje. En dat gewoon 3 keer hier nog eventjes vanaf een wat grotere afstand, want dat was net ietsje makkelijker te zien, denk ik. Het is, vind ik, wel echt lastig om dit zo te filmen, want het is... Ik heb zelfs een neiging om dingen dan heel dichtbij te willen bekijken, maar dan haal je het naar je toe en dan is het niet meer in beeld. En dat is echt een iets waar ik op moet oefenen, dus ik hoop dat het wel duidelijk is. Wat ik laat zien, maar goed, het is niet moeilijk, dus ja, weet je. Als ik het kan, dan kunnen de meeste mensen het wel. Maar goed, dat heb ik dus bij iedere oorbel gewoon 3 keer gedaan. Aan ieder uiteinde van het kettingje komt een ijskristalletje. Als je meer ijskristalletjes hebt, kun je er ook meerdere toevoegen. Of je houdt het op eentje als je meer van subtiel bent. Dat vind ik het leuk aan DIY dingen. Je kan het precies zo maken als je zelf wil. Maar op dit punt heb je dan dus een oorbel met ijskristallen. Kan je ook zo laten, maar ik vind belletjes leuk, dus ik wilde er ook een belletje op hebben. Dus langs het touwtje heb ik, kettingje, heb ik in ieder geval de midden gevouwen. En toen ergens in een van de middelste ringetjes, geen hard science, maar ergens in het midden, nog zo'n klein ringetje opengevouwen erin gedaan en daar het belletje aan gehangen. En toen vervolgens op precies dezelfde manier als met de ijskristallen. De boel ook weer netjes dichtgeknepen. En dan is de oorbel klaar en kan je het hele proces nog een keer herhalen op de andere oorbel. En dit is dan het uiteindelijke resultaat. Super makkelijk om te maken. Ik vond ze zelf ook echt super leuk om te maken trouwens. Ik denk dat ik het echt wel vaker ga doen. Ik had eigenlijk gedacht dat het veel, ik weet niet, ingewikkelder zou zijn. Maar ja, op zich, je maakt het ding aan elkaar en dat is het. In ieder geval hoop ik dat jullie het leuk vonden te kijken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!